mooi snoekbaasje. Tweede worp, hele shed weg. Moet je eens tevreden kijken. Helemaal. De nieuwe, de Piglet Shed. Ik ga proberen om hem eruit te halen. Deze shed. 9 centimeter. Kleinere variant van de Big Shed. En dat resulteert in een prachtig snoepbuisje. Mag je weer netjes terug. Lekker man. Oeh! Op naar de volgende. Dom. Jacco. Ja joh. Mooi snoepbaas. Waar heb je hem op gevangen? De Turbo Shed van Bass Assassin. Netjes man. Echt geweldig. Vis nummer 3 in 5 minuten. Ja, niet normaal. Hij ramde er hard op. Niet normaal. Lekker man, goed bezig. Op naar je volgende. In 10 minuten 4 vissen. Dubbel strijk. Mijn vader staat aan de andere kant. Hij krijgt een aanbeet. En ik dacht bij mezelf, hoe mooi zou dat dan zijn als ik nou ook een vis vang. En op dat moment krijg ik gewoon een aanbeet. Vis nummer, voor mij 3, jij hebt eentje? 2. Twee. En brazen. En een brazen. Maar dit is toch hartstikke mooi. Broer en zus denk ik. Ze lijken heel erg op elkaar. Dat is de parking, dus it never moves. Visje aan het drillen, Jacco. Gele weer? Ja. Wel een mooie vis, denk ik. Ja, blijf het zien. Kijk. Oh, oh. Ja, we hebben ook gespeeld. Wil je scheppen? Jacco, vis nummer 2. Ja, jongen. Mooie vis, tijdens het afzinken. Op de Turbo Shed. Super sterk was hij, hè? Ja, hij was pittig sterk. Netjes man, gooi maar weer netjes terug. Yes. Lekker jongen. Head first. Jongens, kijk eens. Een klein snoekbaasje. Hij raakte de bodem. Ik draai 1 keer binnen. Gevangen op de Piglet Shed. Monster Shed blijkt wel weer. Moet je maar eens kijken, ik onthaak hem. En dan denk ik dat hij er al invalt. Hier. Deze shed. Nou, hou me dus naast. Prachtig voor je bek. Grote maakt niet uit. Als ze hem willen, dan willen ze hem. Ja, voor je bek. En helemaal in deze kleur. Fantastisch. Ja, ja. Lekker. Lekker bezig. Yes, jongens. Oh, oh. Jacco heeft een vis. Iedereen, mijn derde. Turbo Shed helemaal in zijn vreet. Netjes jongen. Kom op. Zal die zijn, 35? Ja. Gooi hem meteen terug, heel klein dingetje. Oh, 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 oh. Nou. Mijn visje. Gaat er weer in. Kijk. Nou, mooier dan dit. Als ik een aquarium had, ging hij erin. Nou, is het niet mooi? De Fox on the Pro van 10 centimeter. Pak deze grote, kleine, mooie snoekbaasje. Stanga, vis aan nummer 2. Ja jongen, dat is hartstikke mooi jongen. Eens kijken jongen. Op de Fox on the Pro, wit met oranje. Ja. Ja. Netjes, onthaken en terugzetten. Zo doen we dat. Hey. Oh! Zo ja, zo. Jongens, Jacco vangt de mooiste vis. Ik bedoel de kleinste. Ja, grappig joh. Fox Center Pro Lemon Tiger. Altijd. Oh. Bijna dubbel hè? En mijn vader mist een. Lekker bezig. Gooi maar terug jongen. Yes. Chaka, wederom. Een mooi visje.
Daar gaat hij weer. Baas. Ja jongen, de eerste van de dag. 31 centimeter. Ja. Netjes man. Als de Copito. Netjes. Yes, ik heb geleerd. Ik ben even zo gestapt naar de Hornet, zoals je kan zien. De Salmo Hornet Hot Perch. 4,5 centimeter. Gaat tussen de 1,5 en 3,5 meter diep. Het is een floating. Supermooie vis, 33 centimeter. Ik zeg op naar de volgende. Dit is de grootste baas van de dag. Maar er zullen ongetwijfeld nog meer volgen. Bang, bang. Dubbelstrijk. Eindelijk. Op Biden Hornet. Aanbeten bleef even uit. Switchen naar wat actief is. Met een rateltje erin natuurlijk. En dat resulteert in een dubbele aanbeet. En een prachtig dubbele vis. Netjes man. Mag je weer netjes terug? Terug. Dubbel erin. Ik meet de mijne nog even. Een video met alleen maar vissen die we vangen is natuurlijk leuk om te zien. Maar ik denk dat dit wel een goed moment is om eventjes uit te leggen hoe ik precies vis, wat voor materiaal ik gebruik en welke techniek ik juist in deze omstandigheden toepas. Ik ben aan het jiggen. Daarvoor gebruik ik de witte Shimano Yasai van 2,10 meter met een werpgewicht van 7 tot 28 gram. Daaronder heb ik een Shimano Stradis 1000 HG en FB. En de HG staat voor dat hij een snellere inhalsnelheid heeft ten opzichte van de normale 1000 FB. En voor het jiggen is het dus super goed en super handig eigenlijk dat de inhalsnelheid wat sneller is, doordat je ook wat sneller kan vissen, minder snel hoeft te draaien, maar toch dat die shed wel lekker vlot door het water heen gaat. Ik vis met 600ste gevlochten hoofdlijn, met daaronder een voorslag van ongeveer 70 centimeter fluorocarbon, 3300ste de Shimano Aspius, als het goed is. Met daaronder een 10 gram loodkop, in dit geval een Fox Sander Pro. Wat doe je? Je werpt in. En op het moment dat je shed de bodem heeft geraakt, sla je eigenlijk meteen je beugel dicht. Omdat je vaak bij het afzinken van de shed, bij de eerste worp, eigenlijk al een aanbeet kan krijgen. En op het moment dat je de beugel open hebt, ja, kan je de aanbeet niet detecteren. Op het moment dat hij de bodem heeft geraakt, draai je eigenlijk 2-3 slagen binnen. Je wacht weer. Je ziet dat je top strak loopt. En op het moment dat hij de bodem raakt, zie je weer dat je top slap gaat. Ik zal het even demonstreren. Je werpt in, hij raakt het water, doet de beugel dicht, hengeltop naar beneden of naar boven, wat jij prettig vindt. En je wacht totdat hij de bodem raakt. Voel je, als het goed is, als je een gevoelige hengel hebt, voel je een tikje, zoals nu. Geef 2-3 slagen. Je wacht weer totdat hij de bodem raakt. Weer een paar slagen. 9 van de 10 keer krijg je de aanbeet op het moment dat je hebt binnengehaald, niks doet en dat de shed naar de bodem toe zinkt. Vaak zie je dan dat je een enkele tik krijgt, een hele harde tik, een kwestie van aanslaan en hangen. Ja, hangen. Film je? Ja, live. Live? Kijk, Christian. Dit is hoe we doen, jongens. Beter kan ik het niet demonstreren, denk ik, op dit moment. Moet je gaan, hè? En wat is het? Snoepbaas. Beter kan ik het niet demonstreren, jongens. Oefenen baat kunst. Het vereist eventjes wat moeite in het begin. Super toevallig. Dit is een muah. Mooie visie. Lekker, Basje Chicoglu. Kennedy. Hoppa. Mooie visie. Mag je weer terug hier? Zoende hij hem echt? Nee. Jawel, ik zie het. Hij lippen hier. Nee, helemaal niet. Ah. Jongens, ik drukte hem net weg. Echt net, maar mijn vader gooit hem terug. En Jacco vangt hij. Turbo shed, zoals altijd. Gooi maar weer. Ik zweer erbij, joh. Nee, zo.
mag terug. Yes. Netjes, jongen. Oh, ben je aan? Ha, ja, ha, ha. Oh, oh, oh. Oh, god, oh, god, oh, god. Wie jezus. Hé, hey, Pedro, is je toch? Hoi, die ik heb 3 uur lang gewacht. Lekker man. Pedro, jongen. Hé. Hey. Lekker man. Lekker jongen. Oh, oh. Monster, jongen. Oké. Okay. Gaat hij weer lekker erin? Kabam. Kabam. Hey boys. Hebben jullie weer wat gevangen? Alweer die dubbelstrijd. Ja, shit man. Zo'n vader, zo'n zoon. Ja. Dat doen we gewoon. Hey, die Pedro die mist wat hoor. Echt waar. Och, heren, kijk, Pedro och, dit mist. Heren. Maar die stanger die mist ook, hè? Het is ook wat. Is die Arki. Ja? Zij je Arki. Hé? Oké. Hij gaat erin. Kijk. Jongens, keiharde aanbied kreeg mijn vader. Hij dacht dat hij vast zat. Krijg je vies net. Ja, hou maar vast. Til gewoon omhoog, pa. Til omhoog. Oh my god. Een paling. Jezus. Jezus, een paakman. Wat een beest. Wow. Wat een ding, jongen. Oh my god. Gaan pakken bij zijn kop. Hey, hey palingen. Hoe moet je dit pakken, jong? Laat het zien hij in de kamer. Hij is glad, hè? Oh, moet je kijken! Ja, die is wel. Mag ik voelen? Nee, dat is vies, jongens. Kijk, die staan voor op uitsterven, deze beesten. We moeten ze naar het water gaan. Oh, my goodness. Hij bloedt. Ik ga erin, ja? Doe maar. Oh! Hij moet snel. Wat een paling! Lekker, bro. Oh, jongens. Wat een. Als je staat aan, je ziet. Vies naar de Odyssey. Ja, kijk, oh, jongens, kijk, mooie snoepbaas. In de avond. Laatste stek. Prachtige, prachtige, mooi visje. Sowieso een maatse, 48 centimeter denk ik ongeveer. Misschien 50. Netjes, maar een paar pika's en mag je rustig terug. Kan je een fotootje maken? Eén fotootje. Yes, mag je terug. Netjes, Mima. Jongens, ik kreeg geen aanbeten. En ik wissel van Shed naar de Piglet Shed van Strijkpro. Dat is de kleine variant van 9 centimeter van de Big Shed. En ik krijg meteen een aanbeet. 2 worpen. Eerst een mooie vis en daarna deze dikke snoepbaas. Ik ga hem even meten, hoe groot hij is. Kijk, wat een bak. Let op. Dikke vis. Brute vis. Even meten. Ja. Iets naar beneden, iets naar beneden. Ik denk 63 centimeter. 63,5. Ja. Jongens, kijk de vis eens. Brute vis. Mag je weer terug? Dikke bak, jongen. Je zei het nog, die 60er gaat komen. Oh! Yes! Jongens, ik ving net een snoepbaas van 63 centimeter. Jacco ving daarna vrijwel gelijk een kleintje. En mijn vader die pakt nu ook een mooie dikke maatse vis. Zo, de 65! Nooit. Sowieso. Hij is niet groter dan die van mij. Mooie vis. Geef mij het meetlint eens. No, 58 aan Sagbe. 58. 58! 58! 58! Fotootje, kom maar Kenneth, huppa! Ik weet niet hoe jij die vis allemaal vasthoudt, maar ja, we maken even een fotootje, mag je terug. Yes Kennedy, mag je terug. Netjes bro. Ik zei nog jongens, we gaan nog een paar mooie vissen vangen. Eén van 63, één van 58, lekker. Eén van 0. Eén van 0. Hij zit helemaal in zijn zij. Ja? Ja. Maar hij heeft één, dat maakt niet uit. Stanley jongen. Lekker bezig. Wat heb je? Waar zit die gehaakt? In de zij. Ja, dat is, ik voelde wel, maar ik dacht, ik zit vast. Nou, snoepbaas vals gehaakt. Los. Ik sta los. Kijk eens, jongen. Kijk eens, daar is hij, jongen. Lekker, hey, hey, die. Lekker, jongen. Gaan we lekker in de pan doen. Nee. Hey, zal ik jullie eens wat vertellen, jongens? Dit is snoepbaas nummer 41 met 4 man.
En we hebben in totaal 11 bazen. Dus 41 snoekbazen en 11 bazen, waarvan de grootste 63 centimeter. En de kleinste gevangen door Jacco van 20 centimeter. Had ik het is een gezellig dagje, denk ik. Ja, zeker jongens. He? Ik denk dat dit een mooie afsluiter is. Vergeet niet om te abonneren op ons YouTube kanaal om altijd op de hoogte te blijven van de nieuwe video's. Like de Facebook pagina. Inmiddels zijn de 800 Facebook likes behaald en bijna de 2100 abonnees. Super vet, echt, het groeit enorm. Wij zijn jullie er hartstikke dankbaar voor. Ik zeg, die vis mag lekker terug. Oké. Vol bewijs dat we hem niet in de pan doen. Wat een vent, hé! Hey.